hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben nog niet zo lang wakker. Ik ben gelijk gaan douchen. Want ik moest mijn haar echt nodig doen. Mooi hoor. Wat staat hier nou op? Social media work. Oh, die is van Spanje. Ik vind die echt leuk. Ik vind die echt leuk. Ik heb even snel mijn haren gedaan. Even kijken wat ik al zeg. Oh ja, ik ben echt wakker geworden met spierpijn, Ines. Benen? Ja, ik heb echt zo erg spierpijn. We hebben gisteren benen gedaan en ik ben helemaal gesloopt. Maar dat is ook weer een goed teken. Ik ga even snel klaarmaken en dan ga ik en Ines ergens lunchen. Kijk hoe lief dit is. Ze zitten gewoon naast elkaar. Het komt echt zelden voor in het huishouden. Zo, jongens. Oh, lekker, lekker. Mijn make-up even gedaan. Dat is echt denk ik mijn favoriete make-up look. Gewoon natuurlijk. Ook op mijn lippen. Ik heb laatst mijn vlogs lopen editen. En toen zag ik een beetje die felle kleur op mijn lippen. Die roze en oranje dat ik de laatste tijd een beetje op heb. Want ik had een paar nieuwe lipsticks gehad van Maybelline. Maar ik vind dit toch wel het mooiste bij mij. Gewoon een beetje natuurlijk. En dan een beetje afwisselen tussen roze, nude en bruin. Dat vind ik echt het mooiste bij mij. Oh, ik heb me even snel omgekleed. Ik ga zo even langs de Zara, want ik moet een paar dingen terugbrengen. Die ik niet zo heel erg mooi vond. Maar dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Niks bijzonders, ik moet echt nieuwe kleren hebben. Ik heb echt opeens heel veel nieuwe broeken, maar ik mis heel veel truitjes. Het past ook niet echt heel erg mooi bij elkaar, vind ik. Maar goed, dit is wel even wat het is. Dit is wat ik dus laatst bij de Zara had gehad. Ik had jullie volgens mij wel laten zien in een vlog. Dus een witte broek die doorscheen. En een topje met heel veel inkijk. Die gaan dus terug. Wat doe je met je hoofdje? En deze licht is zo raar dat zelfs Nessie spierwit is. Dat kan echt niet. Hallo. Wij zijn net aangekomen bij Alexandria. We gaan hier even lekker lunchen. Slash ontbijt, want ik heb nog niet eens ontbeten. En Nessie wil naar Ekmekje. Spreek ik het goed uit, Nessie? Ekmekje. 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 Niet chi. Chi. En we gaan hier eten. Ja. Wij zijn nu bij Ekmekje. En wij zijn lekker een theetje doen en wachten op ons ontbijtje. Ontbijt was trouwens niet meer beschikbaar. Want het is nu al 3 uur. Maar we hebben wel een fixen we nog een eitje krijgen. En ik heb er echt letterlijk alles in gedouwd wat erin komt. Ik wil bijna een koepje halen, maar gelukkig heb ik het niet gedaan. Dit is mijn ontbijt slash lunch. Zonder brood natuurlijk, maar dit is echt zo lekker deze brood, niet normaal. Het is guslemme van Nessie met spinazie. En Nessie's lunch. Hi. Wat doe jij? Het was heerlijk en ik zit echt heel erg vol. Ik wil een beetje zonder van het brood. Dit is het dier. Lekker hoor, Nes. Ik was aan het dromen. Ik kom net uit de Zara en wij zitten nu bij de Starbucks. Want Nessie was vriend nu aan het vechten en hij is echt live mee te kijken naar hem. Toen dacht ik van, oké, dus ook bij de Starbucks zitten. Ik ga een koffietje halen. En ja, ik kan even rustig naar het gevecht kijken. Ik heb even bananenbrood op voor hem gehaald. En die is opgewarmd. Die is echt zo lekker, maar die mag niet eten. En ik heb een paar leuke dingetjes gehaald bij de Zara. En je kan bij de Zara eigenlijk best wel goedkoop shoppen als je wilt. Dus ik heb allemaal basics gehaald. En ik heb 3 artikelen voor 30 euro of zo gehaald. Dat je straks wel zien. En ik heb die witte setje teruggebracht. En die is ook helemaal aangeschoven. Oh my god, jongens, kijk dit. Oh my god, dit wil ik nu eigenlijk. We zijn net thuis, hebben we even een beetje geshopt. Ik wil laten zien wat we hebben gekocht. Nee, nog niet, maar laat ik even straks zien. We moeten even naar de appie, want ik moet zo koken en ik heb precies niks thuis. Ik heb echt heel veel zin in vis, Nessie. Hoor je mij? Yo. Ik heb zin in vis. Vis? Ja? Ja, lekker toch? Zalm of zo? Ja. Sim is op de wc, dus ik laat even snel zien wat ik heb gehaald. Ik heb gehaald een soort van joggingbroek. Zo'n hoge van de Zara voor 12 euro. Deze is echt erg leuk en deze wil ik hebben. Kun je ook lekker hakjes onder doen of gewoon lekker sportief. Dan heb ik nog zo'n basic topje gekocht. Even kijken hoor.
En zo, hij ziet er zo uit. En dit topje is 5 euro. Ik heb hem niet gepast, maar volgens mij ziet hij wel echt mooi. Tenminste, zo ziet hij eruit. Verder heb ik een jurkje gehaald. Deze was 15 euro. En ik hou gewoon van basic jurkjes. Als je niet weet wat je aan moet doen. Oh, zo. Als je dus niet weet wat je aan moet doen, kun je gewoon zo'n jurkje aandoen. Dat vind ik wel chill altijd om zulke jurkjes ook in de kast te hebben. En die ziet er zo uit. Cute, hè? Dit zijn mijn Zara aankopen. Nessie heeft gekocht. Dat is echt typisch Nessie, wat hij heeft gekocht natuurlijk. Van een Zara een zwarte shirt met, jawel, jawel, Mohammed Ali erop. Een hele zak vol met trainingspakken, sportkleding en zo. Maar is niet allemaal voor ons. Er zitten ook cadeautjes in. Dus ik laat even zien wat ik heb gekocht. Dit wou ik al best wel een tijdje. Want ik hou gewoon van joggingbroeken en van die sportieve leggings en zo. En ik heb hem eindelijk gevonden. En dat is deze Adidas legging. Die kun je in principe overal wel vinden, maar niet in maat 38. En elke keer als ik er was, was er alleen nog maat 34 of 36. Maar die was net iets te strak. En ik heb eindelijk een maatje 38. Deze is echt super mooi. Ik weet niet alles wat ik heb gekocht gewoon zwart is. Ik kom net weer van de appie, maar ik had wel eens vergeten om te halen. En ze is nu aan het douchen, maar het is echt zo koud buiten. Echt niet normaal. Ik ga helemaal dood. En ik kan niet wachten om mijn pyjama aan te doen. Ze is net weg. Hij heeft zo'n podcast. We hebben niet eens samen gegeten, want we hadden allebei eigenlijk helemaal niet zoveel trek nog. Dus ik ga zo alleen eten. Ik ga nu even eerst douchen, want ik heb gewoon echt zin om even te douchen. En dan mijn pyjama aan te doen. Even snel iets te maken voor mezelf. Eten. Nou, even kijken wat ik ga doen. Zo, ik heb heerlijk gedoucht. Oh mijn god, verder licht. Ik ga nu even snel eten voor mezelf maken. Ik heb net de vaat gedaan. Nu kan ik lekker in een schone keuken even koken. Want ik kan echt nooit in een vies keuken koken. Dat vind ik echt zo goor. Ik moet altijd eerst even opruimen. Ik ga zalm bakken. Met asperges. Groene asperges zijn echt mijn favoriet. Eigenlijk eet ik nooit normale asperges. En broccoli, daar heb ik echt heel veel zin in. Zo, ik heb de zalm gebakken. Zout en peper eroverheen gedaan. En nu doe ik hem nog even in de oven. Ik heb net citroen eroverheen gedaan. Dan vind ik het nog lekker om even in de oven te doen. Deze twee zijn ook al gebakken. Maar ik vind het nog wel lekker om even 10 minuutjes nog in de oven te doen. Altijd als ik vis maak thuis, dan word ik echt zo kostmisselijk van de geur gewoon in huis. Maar dan doe ik dit meestal. Ik heb dit ding gekocht van Bosjes. En dan kan je zo'n ding erin douwen. En ik vind deze geur echt zo lekker. Het ruikt naar een schone was. En doe je dan hierboven en dan doe je een kaarsje aan. Mijn geurkaars is allemaal even aangedaan. Dan doe ik deze nog even sprayen op mijn bank. Zo, ziet er goed uit jongens. Heerlijk. Zo, dit is mijn avondeten. Ik heb hier echt zoveel trek in, niet normaal. En ik ga vandaag drinken. Crystal clear in de smaak limoen. Ik had echt even weer zin in prik, dus dat ga ik even vandaag drinken. Trouwens, dit proeft naar fucking afwasmiddel. Ik had vorige keer crystal clear met de smaak grapefruit, die was wel echt lekker. Maar dit is echt 10 keer niks. Zo, ik heb even de rest in een bakje gestopt, dan kan ik het morgen nog eten. Was echt zo lekker. Ben je ook lekker aan het eten? Jam, 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 jam. Lekker hoor. Eens kijk, ik wat ik aan het kijken ben. Ik ben begonnen aan Keeping Up with the Kardashians. En ik kijk het gewoon via YouTube. Ik ga helemaal stuk. Ik wist dus echt niet dat het gewoon op YouTube stond. Gewoon een hele aflevering, 41 minuten. En ik ga er nu mee beginnen. Er staan al 6 afleveringen erop. Het is wel heel snel gegaan. Ik heb eigenlijk afgelopen 2 seizoenen totaal niet gevolgd. Wij hebben laatst een nieuwe stofzuiger gekocht. En Nesme heeft deze gekozen. En de andere is nou in onze pan. Dus ik ga hem nu even uitproberen. Oké, eerst even in elkaar zetten. Waarom had ik verwacht dat ik hem gewoon zo kant-en-klaar eruit zou halen? Net klaar met stofzuigen. Deze stofzuiger is echt zo krachtig. Niet normaal. Het is echt mijn beste tot nu toe. Ik zweet me nu wel echt doof, man. Oh, de ene keer heb ik het heel warm binnen. En de andere keer heb ik het heel koud buiten. De ene keer doe ik de verwarming super hoog. En nu wil ik het gewoon weer uitdoen. Maar dan denk ik, dan heb ik het zo weer koud. Dus ik doe even mijn badjas gewoon even uit. Oeh. Zijn mijn katten de enige
die altijd zo bang zijn voor een stofzuiger. Was je even bang? Nessim komt iets later dan verwacht thuis. Ik heb hem net gebeld en hij komt pas over een uurtje thuis. Dus ik ga alvast wat eerder naar bed. Ik ben nu even mijn make-up aan het weghalen. Van die vochtige doekjes. Volgens mij zijn deze van... Deze zijn natte doekjes. Vind ik echt van, dat moet je gewoon alleen maar bij nood gebruiken. Of als je je gezicht al hebt gereinigd, dan als laatste deze doekjes gebruiken. Want alleen met deze doekjes eruit reinigen is echt een no-go eigenlijk. Even kijken, ik ga bij deze ook denk ik de vlog gelijk afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei!